Jongens, welkom bij een nieuwe Clash Royale video. Vandaag wordt het sowieso nice, want we gaan een dikke, maar dan ook echt een dikke aanbieding kopen. Want op dit moment heb je een 4x voordeel aanbiedingen in Clash Royale. Je kan namelijk 50.000 coins krijgen plus een legendarische koningskist voor 11 euro. Ja, 10,99 euro eigenlijk. Maar ik maak er gewoon 11 euro van. Weet je, het is een hele chille aanbieding. En ik kan op dit moment wel coins gebruiken. Want ik heb al mijn coins opgemaakt aan upgrades. Zoals jullie weten, als je mijn kanaal een beetje volgt, dan heb je dat wel meegekregen. Dus al mijn coins zijn dus momenteel op. Dat is een beetje jammer. Maar ik ben wel bijna maximaal level. En daarvoor deed ik natuurlijk al die upgrades. Maar voordat we de aanbieding gaan kopen en ook een Clan War finale gevecht gaan doen, wil ik jullie allemaal eerst even vragen om dat duimpje omhoog achter te laten. Zouden we 1500 likes weer een keertje kunnen halen op de Clash Royale video? Zo awesome zijn. Weet je, de laatste tijd worden de Clash Royale video's iets minder bekeken. Maar weet je, maakt niet uit. Ik vind het nog steeds leuk. En er zijn nog steeds genoeg mensen die het ook gewoon leuk vinden. Dus we blijven gewoon knallen. En vergeet natuurlijk niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Maar laten we maar gewoon de aanbieding kopen. En hopelijk krijgen we wat goeds. Nou, aankoop is voltooid. Lekker hoor. Dan krijgen we in ieder geval meteen 4000 coins bij. Maar ja, plus 50.000. Dan zitten we momenteel weer op 62.000. Dat is toch een stuk chiller als 8000 coins. Ik ga wel voor de 3 musketeers. Maar het maakt niet heel veel uit op welke ik ga. Maar dan vind ik die toch net iets chiller. Trouwens, bij normale kaarten, ik heb al zoveel normale kaarten dat ik zeg maar het maximaal aantal kaarten daarvan heb. Dat is echt niet normaal. Dat kan ik zo meteen ook wel even aan jullie zien. Ik doe nu voor de Inferno Tor. Ik ga nu voor de Mini Pekka. Dat is ook een hele chille kaart. En dit is ook wel chill. Ik kan voor de Horde Gunsteling gaan. Krijg ik weer 925 coins erbij. Omdat ik hem al maximaal level heb. Maar ik wil natuurlijk voor de Rakkers gaan. Want die heb ik nog helemaal niet zo heel hoog level. Is een nieuwe kaart. Die heb ik nu level 8. En ik wil hem eigenlijk sowieso level 9 hebben. Dan heb je hem zeg maar op toernooi niveau. Dan kan je met uitdagingen en zo. Dan heb je hem in ieder geval dan level 9. En daarna maakt het me niet heel veel uit meer. Maar zolang ik hem nog niet level 9 heb, ga ik gewoon altijd voor de Rakkers. Dus dat is chill. En 241 is wel heel vaak hoor. Ik ga nu voor de Mega Gunsteling. Die wordt ook vaak gevraagd. Dus dan kan ik die weer wat extra doneren. En dit is wel heel chill. Holy shit. Ik vind de Prins chill. De Golem vind ik ook chill. Maar ik ga dan voor de Golem. Die kan ik dan nu gewoon upgraden naar level 7. En ik heb er al dan ook gewoon meteen 15 extra van. Holy shit. Dit is wel heel nice. Ik denk niet dat ik hem nu ga upgraden. Want dan ben ik bijna andere coins meteen weer kwijt. Maar het is heel chill meegenomen. Maar nu, de legendarische kaart. En dit zijn twee prima legendarische kaarten. De Nachtheks vind ik echt een super chille kaart. Koninklijke Spook is op zich ook prima. Nou weet je wat, dan ga ik toch maar voor de Koninklijke Spook. Want daar heb ik er nu al 2 van. Dan heb ik er nu 3 van. En dan ben ik toch een stuk dichterbij bij eventueel level 4 dan bij de Nachtheks. Want daar had ik er nog 0 van voor op level 3. Maar dan was dit een prima kistje. En natuurlijk alle coins erbij heel chill meegenomen. Dan hebben we nu ondertussen ook een opdracht voltooid. Dan krijgen we nog een Barbariton. Dat is ook weer chill, ook een redelijk nieuwe kaart. En binnenkort kunnen we nog een legendarische kist openen. Ah, gaat nog wel even duren. Ja, dan moet ik 400 zeg maar punten hebben in opdrachten. Maar dat zit er dus wel binnenkort aan te komen. Maar ik zei net trouwens dat ik heel veel kaarten, zeg maar normale kaarten, al maximaal heb, zeg maar qua hoeveel kaarten. Bijvoorbeeld goblins. Ik kan ze niet meer vragen in mijn clan, omdat ik zeg maar zoveel kaarten ervan heb. Als ik wil, kan ik hem nu in één keer upgraden naar maximaal level. Ga ik niet doen, dan moet ik eerst 20.000 coins betalen, daarna 50.000, daarna 100.000. Dan ben ik 170.000 coins kwijt. Ja, dat heb ik momenteel niet eens. Maar dus die heb ik gewoon maximaal, die kan ik niet meer vragen in de clan. En zo heb ik nog meer normale kaarten, die ik niet eens maximaal heb upgraden, maar waarvan ik al zoveel kaarten heb, dat ik ze gewoon niet meer kan vragen in de clan. En op zich is dat ook wel chill. Mocht ik bijvoorbeeld goblins krijgen uit de kist, dan krijg ik er gewoon coins voor. Dus dat is wel heel chill. Maar weet je wat? We gaan nu mijn clan gevecht doen. Oh shit. Mijn clangenoot die net aan het vechten was, heeft helaas verloren. Dus dat is wel jammer. Dit is mijn set wat ik nu in elkaar heb gezet. Ik denk dat dit het beste is wat ik nu kan gebruiken. Het enige wat ik eigenlijk mis is een vuurbal. Maar ja, die hebben we dus helaas niet. Dat is een beetje jammer. Maar ik ga gewoon met dit deck spelen. En dan gaan we wel zien of het gaat lukken. Vorige clan war ging echt niet normaal goed. Toen zijn we dik, maar dan ook dik eerste geworden. En ik hoop dat dat nu weer gaat gebeuren. Oké, let's go. Ik moet even geconcentreerd spelen. Dit zijn altijd wel de potjes die je moet winnen. Gelukkig zitten er wel redelijk wat kaarten tussen die ik gewoon chill vind spelen. Zoals Reuskelet, Tovenaar, Horde Gunstelingen. Dat zijn echt allemaal super chille kaarten. Ik ben benieuwd wat mijn tegenstander gaat doen. Oké, een duistere prins. Die kan ik wel makkelijk verdedigen op deze manier. Zet ik er nog even een Tovenaar bij neer. En dan, hij heeft wel een vuurbal en een zap.
Dus dat is een beetje fucked up. Zet ik nu meteen mijn horde gunstelingen neer. Dan denk ik dat hij die horde gunstelingen niet goed kan verdedigen. Ja, of hij moet pijlen hebben. Dan kan hij het alsnog goed verdedigen. Mijn reuskelet had niet zijn toren. Ik zal hier ook even mijn pijlen neerzetten. Doet hij ook geen damage. Mijn reuskelet had wel zijn toren. Holy shit. Die had ik eventjes niet verwacht. Oh, dan heb ik toch even in één keer superveel damage gedaan. Ik moet nu trouwens wel even verdedigen. Denk ik. Ik denk dat mijn tegenstander namelijk wat voorloopt qua elixir. Maar tot nu toe gaat het echt dikke prima. Ik had echt niet verwacht dat mijn reuskelet die toren zou halen. Ja, zou ik een... Nou, het valt mee. Ik dacht dat mijn tegenstander gaat meteen volop in aanval. We doen nu even hier in de aanval. Goblin Ton erbij. En dan hoop ik dat we er nu behoorlijk wat damage kunnen doen. Dat valt even mee. Die duistere prins gaat gelukkig wel meteen dood. Dat shit net niet. Maar we hebben uiteindelijk nog redelijk wat damage kunnen doen. Ik doe hier even een tovenaar. Ik denk als ik namelijk, zeg maar, die horde gunstelingen in ga zetten. Dat hij dat heel makkelijk gaat verdedigen met pijlen. Ja, daar moet ik wel voor uitkijken. Oeh, dit is wel een beetje fucked up. Ja, ik moet nu mijn horde gunstelingen inzetten. Anders ben ik sowieso gefuckt. Dan zet hij maar pijlen in. Maar dan, ja, shit. Dan heb ik wel de meeste kunnen voorkomen. Maar dan heeft hij wel heel veel damage kunnen doen. Shit, ik wist dat hij pijlen had, maar ik kon niet anders. Ik had op dat moment geen andere troepen om even snel in te zetten om te verdedigen. Want ik had te weinig elixir om zeg maar mijn reuskelet in te zetten snel. Dus dit is een beetje zuur. Dan is hij in één keer weer helemaal terug in de wedstrijd. Ik begin weer met de reuskelet. Dan kunnen we zo meteen... Ja, met de Goblin Ton kan je wel redelijk wat damage doen. Ik zal er even een elektrische tovenaar achter neerzetten. En dan doen we zo meteen ook nog een mini pekka erbij, denk ik. Ik denk dat dat slim is. Hier nog even horde gunstelingen. Ja, of goblin bende. Die bedoel ik. En die mini pekka maakt in ieder geval die duistere prins dood. Dus dat is chill. Oké, nice. En die troepen daar gaan ook wel dood. Dit is wel chill meegenomen. Oh, nice. En hij mist net mijn beide troepen met die vuurbal die hij gooide. Doe hier nog even goblin ton. Want zijn troepen zijn daar nu afgeleid. Dan hoop ik dat hij daar pijlen op doet. Doet hij inderdaad. En dan gaan we nu horde gunstelingen doen. En dan kan hij dit nu met geen mogelijkheid verdedigen. Of hij moet zijn vuurbal weer gereed hebben staan. Als hij die niet gereed heeft staan, dan is hij echt gefuckt. En ondertussen gaan we via deze kant vleermuizen mini pack. Hij is gefuckt. Hoppatee. We hebben dit gewoon gewonnen. We gaan dit denk ik nog wel even winnen met 3 kronen. Van daar ga ik vanuit. Doe nog even Goblin Ton. Ja, we gaan dit makkelijk winnen met 3 kronen. Nice. Holy shit. Mijn statistieken met Clan Wars zijn trouwens ook echt niet normaal goed. Ik kan zo even laten zien aan jullie hoeveel potjes ik heb gewonnen. Maar dit is wel even heel chill. Gewoon lekker bam 3-0 win in Clan Wars. Dat is altijd met Joe meegenomen. Dan staan we nu op plekje nummer 1. Maar ja, we hebben ook een gevecht meer als de nummer 2. Nou ja, trouwens die nummer ja, weer onder deze keer. Deze clan. Die heeft ook al 2 potjes gespeeld en ook 1 ding. Dus weet je, het gaat prima. Weet je, na 2 potjes kan je nog lang niet weten of je gaat winnen of niet. Maar ik zal even mijn Clan Wars statistieken laten zien aan jullie. Hieronder zien jullie dat. Ik heb 11 keer gewonnen in Clan Wars. En ik heb zoveel kaarten verzameld. Nou, die kaarten zijn niet heel veel. Maar ik heb in totaal 13 Clan Wars of 12 Clan Wars gedaan. En ik heb 11 keer gewonnen. Dus ik heb bijna alles gewonnen. Dat is wel echt heel nice. Volgens mij heb ik 1 of 2 potjes verloren. Voor de rest heb ik alles gewonnen. Dus daar ben ik wel heel trots op, om eerlijk te zijn. Dus Clan Wars gaat bij wel op zich prima af. En op zich gaat het mij ook wel gewoon af goed in de divisies. Want ik heb momenteel 4.834 andersom, trofeeën. En daarmee sta ik volgens mij gewoon weer in de top 200 van Nederland. Even checken voor de zekerheid. Ja, inderdaad, 173ste sta ik gewoon weer van Nederland. Terwijl dat het seizoen al vet lang bezig is. Weet je wat, ik laat wel even 1 potje zien. Ik open deze kist even. Dan kunnen we deze nieuwe openen. Mocht ik winnen, dan krijgen we in ieder geval een nieuwe kist. Goede deck geselecteerd. Dan gaan we even kijken of ik nu ook nog hier even kan winnen. Zou nice zijn. Maar die lui waar ik altijd tegen moet nu, die zijn echt zo pro. Die hebben ook gewoon alle troepen maximaal. Ik moet zelfs heel vaak tegen lui die gewoon hun legendarische kaarten level maximaal hebben. Dan heb je echt duizenden euro's uit moeten geven aan dit spel. Weet je, ik heb al denk ik wel zo 500 euro uitgegeven aan Clash Royale. Als je alles met elkaar meerekent. Maar ik denk dat sommige spelers die hebben echt duizenden euro's. Dat vind ik dan ook wel weer een beetje zonde hoor. Om zoveel uit te geven. Doe hier even vleermuizen. Ik heb helaas mijn vuurbal niet. Dus ik kan die elixirpomp niet verdedigen. Dus ik moet gewoon volop in de attack. Die elite barbaar gaat dood. Dan hoop ik dat mijn reuskelet nog zijn toren kan halen. Dat zou chill zijn. Die haalt zijn toren. En dan hoop ik. Ik kan hier nog even een stam neerzetten. Dan hebben we bijna zijn toren neer. Oké, dat is wel nice. Het enige nadeel is dat hij nu waarschijnlijk kaart terug gaat komen zometeen. Want hij loopt nu sowieso dik voor qua elixir. Nou, dat zullen we wel zien. Ja, ik kan nu in ieder geval deze neerhalen met de vuurbal. Maar ja, dat is eigenlijk klaar. Dat is wel heel zuur. Als je dan in het begin geen vuurbal hebt en je tegenstander zet meteen een elixirpomp neer. Dan ben je gewoon bijna gefukt. Het scheelt dat ik heel veel damage heb gedaan op zijn toren. Dus dan maakt dat nog een beetje goed.
Maar nu heb ik wel echt een probleem, want ik denk dat hij zo meteen drie musketeers erachter neer gaat zetten. Ik kan hier in ieder geval een reuskelet neerzetten. Ja, ik weet bijna wel zeker dat hij drie musketeers erachter neer gaat zetten. In ieder geval, daar ga ik vanuit. Ja, inderdaad. I knew it. Wat gaan we doen? Ik kan, ja... Het is wel een beetje een lastige. Ik kan... Oh, dit is echt ingewikkeld, man. Ik zal hier even een houthakker neerzetten. Dan probeer ik op die manier een beetje de beide kanten te verdedigen. Dan heeft hij wel wat damage kunnen doen aan die andere kant. Ja, behoorlijk veel trouwens. Maar dan heb ik het nog redelijk een beetje kunnen verdedigen. Maar ik wist het. Ja, hij ging sowieso ziek uitkomen omdat hij veel meer elixir had dan wat ik had. Dus dan vind ik dat ik het nog een beetje redelijk heb overleefd. Maar dit gaat wel nu heel lastig worden. Nu kan ik gelukkig wel meteen een vuurbal inzetten. Dan kan hij niet twee elixirpompen achter elkaar neerzetten zonder dat ik het kan vuurballen. Dus dat is wel chill. Dat is zo belangrijk dat je zo'n elixirpomp in ieder geval met een vuurbal of raket of iets in die trant verdedigt. Want anders ben je echt keihard gefukt. We gaan nu even via deze kant. Dan verdedig ik die golem hopelijk zo meteen met harde gunstelingen of iets dergelijks. Doe hier even goblinbende. Dan zullen we hier even een stam doen. Ja, doen we hier nu wel even een stam. En dan doen we hier nu harde gunstelingen. Om daar de boel een beetje te verdedigen. Ah, kom op. Ah, dat was een beetje dom verdedigd van mij aan die kant. Kunnen hier nog even een reuskelet neerzetten. Ja, die toren daar heeft hij sowieso neer. Dus dat is een beetje fucked up. Maar misschien dat ik daar... Ja, ik moet zijn toren trouwens nog steeds neerkrijgen. Dus ik doe daar even goblinbende. Dan moet hij nu een beetje beide kanten verdedigen. En met die golem doet hij dat wel echt heel perfect. Dat is wel een beetje balen. Maar we kunnen hier een stam neerzetten. En dan zetten we er nog een vuurbal bij neer. En dan gaat het misschien net goed. Ja, dan gaat het net goed. Binnen de tijd nog. Holy shit. Dit zal wel heel sick zijn als we dit nog weten te winnen. Ik doe er even harde gunstelingen. Oeh, shit. Hij doet nu heel veel damage. Doe even goblinbende om het extra te verdedigen. Anders had hij sowieso mijn toren neer. 400 AP. Ik denk dat dit niet meer gaat lukken. Want ik denk dat hij zo meteen daar een golem neer gaat zetten. En dan is mijn toren neer. Doe hier even een reuskelet. Want hij zet daar best wel wat musketeers neer. Ik denk dat echt dat hij zo meteen een golem gaat neerzetten. Hier even een tovenaar. Zetten we hier nog een houthakker neer. Dan gaan we nu gewoon volop in dat deck. Dan hoop ik dat ik eerder ben als die golem. Dat zou zo ziek zijn. Dat zou zo ziek zijn als dat gaat lukken. Dat zou zo ziek zijn. Ah, shit, net niet. Oh, bijna. Oh, joh, man. Dat was echt heel erg malend. Maar zie je, op deze manier gaat het een beetje. Soms dan verlies ik weer een keertje en dan win ik weer een keertje. Kunnen we trouwens even kijken hoe goed mijn tegenstander was? Profiel bekijken. Ja, kijk dan. Die heeft gewoon... 5200 trofeeën als record. Ja, dat is een stuk hoger als wat ik heb. Dus zo heel gek is het ook niet dat ik verlies. Maar ja, wel jammer. Nu sta ik waarschijnlijk uit de top 200. Maar dan was dit het voor deze video. Ik wil jullie in ieder geval allemaal bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. Dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Yeah!